Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Hi Jordi. Zijn broertje zit al beneden. Jordi is net wakker. Och manneke toch. Kom je knuffelen? Oh ja, oké. Ja, nee, is heel mooi. Ja. Is heel mooi. Kom, over mama heen stappen dan. Goed zo. Goed gedaan. Ja. Oh. Een kleine huishoudelijke mededeling. Deze vlog komt zoals gewoonlijk gewoon op maandag. Maar ik ga 2 keer in de week uploaden in plaats van 3. Dus vrijdag komt weer de volgende. En dit gaat voorlopig zo voortaan zijn. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Ik ga Jordi even naar beneden sjouwen. Een fles geven. Die andere twee hebben al een fles gehad. En aankleden. En dan moeten we naar de winkel. Soms heb je gewoon de dagen die allemaal hetzelfde zijn. Nou, die heb ik dus nu. Dus gewoon niet veel maardig. Ja. Het gaat gewoon allemaal hetzelfde. Nu moet ik weer uploaden. Want ik ben het helemaal vergeten. Dus die ga ik nou gauw doen. Kindjes hebben geslapen. Zijn inmiddels wel weer wakker. Ja. Ze zitten op de bank. Het is nu 4 uur. Ze kunnen drinken. Soms heb je gewoon dat niet de puf om iets te filmen. En dat had ik nu. Dus. Ja, dat. Meer kan ik er niet van maken eigenlijk. Het is niet zo dat de puf eruit is. Alleen het is gewoon heel veel hetzelfde. Dus dan is het voor mij gewoon een dingetje van... Ja, ik ga me eigenlijk niet anders voordoen. En dingen zoeken om te filmen. Dan dat ik... Het is gewoon zoals het is. Ik heb niet veel te filmen nu. Misschien morgen wel. En overmorgen misschien nog wat meer. Ik weet het niet. We gaan het zien. Inmiddels is Niels thuis en hebben we gegeten. De kindjes hebben poffertjes gegeten. Wij hebben een zalm, slaatje gehad en een hamburgertje, eitje en salade. Ondertussen staan hier nou Jordi en Sam. Die staan daar. En Liam staat hier. En Liam gaat dadelijk lekker in de douche met papa. Jij gaat lekker in de douche met papa. Ja, met papa. Ja. En dan heeft mama even mama tijd. En dan kan mama dadelijk ook nog eventjes het een en ander doen. Dat is wel nodig. Dus, Jordi! Nee. Jordi, nee. Jordi, nee. Maar eerst even lekker. Lekker kroelen met jou. Nee. Oh, even kroelen met jou. Ja, hè? Even kroelen, hè? Een hele goede morgen. Gisteren niet veel gevlogd, niet veel zin in. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Niels is thuis. En ja, Jordi heeft al een schone lui aan. Dus nee, maak je eigen niet druk, jullie zien niks. Niels is thuis vandaag en hij gaat boven aan de slag. Dus dat komt erop neer dat ik gewoon lekker met de kindjes ben en Niels gewoon boven aan het klussen is. Hij gaat zo dadelijk nog wel even naar de bouwmarkt. En ja, ik heb gisteren niet meer opgeruimd. Alleen gezorgd dat mijn keuken opgeruimd was. Voor de rest had ik echt zoiets van, dat mag ook wel een keer. Ik heb nog niet veel gedaan. Maar wat ik wel heb gedaan, is fruit gemaakt. Ik ben nu Jordi fruit aan het geven. En wat er allemaal in zit. Watermeloen, volgens mij heet het Galia meloen, in ieder geval gele meloen. En aardbeitjes en een peertje. Oh, ik moest even denken, sorry hoor. Komt omdat Jordi ook aan het bewegen was. Dus ja, dat. En Niels is boven bezig. En ik ben ondertussen lekker met kindjes. En opruimen kan straks ook nog. Liam die zit hier even lekker zijn broodje op te peuzelen.
Jordi wordt daar gevoerd door papa. Hij heeft nog in zijn mond hoor, dus je hoeft niks te doen. En Sammy is hier aan het peuzelen. En wat gaat deze mama doen? De puinhoop van papa opruimen. Je ziet het niet heel goed hoor, maar het is allemaal vies. Dit is allemaal vies. En daar hebben we een gat. Dat wordt nog dichtgemaakt hoor. Rustig aan. De wende boven is opgeruimd. Top. Hier beneden is er nog niet opgeruimd. Top. Ik ga nu even naar de winkel. En Niels gaat zo de kindjes weer wakker maken. En dan moeten we even naar verjaardag. Belangrijk. Ik heb een cadeautje al in huis. Maar ik moet wel even naar de winkel voor een aantal kleine dingetjes. De kindjes waren wakker geworden. En toen zijn wij gelijk ze om gaan kleden. En toen zijn we naar de verjaardag geweest. We zijn nu onderweg terug. En zo lekker dadelijk broodje kroket eten. En dan is er weer bijna tijd voor ze om naar bed te gaan. Liam heeft zich uiterst vermaakt. Want ze hadden een springkussen. Dus ik vond het eigenlijk wel geschikt. Ze hadden ze goed geregeld. Ja, zeker. Dus ja, nu gaan we naar huis. Niels heeft eventjes de kindjes aan de tuintafel. Ja, die ze van oma en opa hebben gehad. Ik ben benieuwd. Ja, Jordi wil er eigenlijk al vanaf. Maar we laten hem even zitten. Liam die wil glijden, maar er ligt nog een mat op. En het eten staat aan. Dus ze hebben zo lekker broodje kroket. De kinderen liggen op bed. Huh? De kinderen liggen op bed. En wie zit er te spelen? Ja, ik. Ik ben aan het opruimen. Mag dat? Ja, ja. Jee, op knopje drukken! Nou, we gaan hier even verder. Een hele goede morgen. We zijn allemaal net wakker. Niels is nu Sam aan het doen. Vrolijk Pasen. Toch, papa? Ja. Vrolijk Pasen. Alleen mama doet allemaal tegen mij. Ik denk dat ik ben poezelen. Wat ben jij? Poezelen. Wat is dat? Jij doet allemaal tegen mij. Dat je moet opschieten? Ja. Nou ja, ik vind gewoon, de kinderen zijn wakker en ik wil boven aan de gang, zodat ik uiteindelijk ook een keer klaar ben. Dat is de bedoeling. Dus ik wil gewoon op tijd beginnen. Maar het is 7:30, hè? Nee. Weet ik. Maar dat betekent ook dat hoe eerder ik begin, hoe eerder ik klaar ben. Zin wanneer je begint? Nee, ik heb nog keiveel was te doen. Het is goed met jou. Nog bedden afhalen, bedden verschonen. Nou, die dingen dus allemaal. Dus ik wil aan de gang, zodat ik lekker Pasen met iedereen kan vieren. Oh ja, en dat ik gewoon lekker rustig aan kan doen. Dat is ook belangrijk. Nou, onze paasontbijt is begonnen. Lekker allemaal happen. En nee, we hebben geen filmpje aanstaan. We moeten even kijken hoe dat hij erop reageert. Maar voor nu gaat het goed. Dus zolang de kaken bewegen is lekker rustig aan tafel. Mm-hmm. Toch, papa? Ja. Lekker ervan genieten.
Leuk springen. Daar zitten ze hoor, opa en oma. Sammy is aan het spelen. Liametje is aan het spelen. Jordi is aan het spelen. Ja, je bent het niet mee eens, dat weet ik. Maar daar heb je schijt aan. Ja, dat is echt zo. En toen was het alweer de volgende ochtend. Ik ben op de bank gisteravond beland. Ik heb niet veel meer bijzonders gedaan. Dus ja. En nu lig ik lekker wakker te worden. Ja, lig ik lekker wakker te worden met jou, jongen. En ja. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende.